Soms is het heel lastig om iemand te interviewen. Bijvoorbeeld als je iemand heel goed kent, privé. Dat is het geval met Karin Bloemen. Dan wordt het bijna een soort spelletje, zo'n interview. En bij Karin, ja, is dat heel lastig. Moet u maar eens even kijken hoeveel moeite ik had om haar te interviewen. Hey, ik vind het ontzettend leuk dat jij er bent. En nou, heeft eigenlijk, nou, want het is toch, je hebt toch wel een beetje een uitzondering voor mij gemaakt. Want je doet het een beetje rustig aan. Ja. De laatste tijd. Ja, nee, ik doe het absoluut heel rustig aan. Dus eigenlijk helemaal geen televisie. Nee. Alleen net in november was er iets voor de varen, 75 jaar. Ik denk, nou, als ik die kan pesten, doe ik het. En het is een hobby. En natuurlijk voor jou, Cor, natuurlijk voor jou. Ja, want we zouden op tour gaan samen. Ja, dat is lul, maar waar was je? Nee, ik sta ergens. Jij hebt het gecanceld. Nee. Jij zei, ik wil zo graag die programma's Cor & Co doen. Kijk. En ik krijg de Alessi Brothers, en ik krijg Jadis E, en ik krijg El Jarreau. Kijk. Nee, het was mijn schuld. Maar we gaan het nog wel doen, hè? Ja, nee, ik moet eigenlijk heel zielig doen natuurlijk. Ik had een burn-out. Ja. Daarom kreeg ik ook van hele lieve mensen uit het publiek allemaal bloemen. Oh, Sandlane en nep. Maar dat maakt niet uit. Nee, het was een beetje heel erg. En het gaat nu veel beter. Ja. Dus, honey, I'm gonna get your ass anyway. Ja, we gaan het doen, toch? Ja, hartstikke leuk. Ja, ooit. Jaar. We gaan het doen. Hartstikke leuk. Alleen hij is nou zo moe. Hij is zo overspannen. Wel, nu ben jij overspannen. Daar ben ik overspannen. Ja. Nog twee programma's en dan is het klaar, hè? Burnout. Ja. Heb je vragen? Ik heb vragen. Nee, kijk even. Ik moet zeggen, ik heb hier erg tegen opgezien. Jij bent de moeilijkste persoon. Nee, dat is niet waar. Ik ben het makkelijkste. Sonja Barend heeft ooit... Ik ben overspannen, dus ik kan alles zeggen. Sonja Barend heeft ooit gezegd... Wie? Als je Karin Bloemen en of Adelheid Roos... Of Adelheid Roos in je programma hebt, dan ga je wel inpakken. Ga je wel inpakken. Inpakken? Nou, Sonja Barend heeft nooit ingepakt. Dus helpen nou een beetje. Oh ja, goed. Het ziet er mooi uit. Dank je, Cor. Word je er nooit eens gek van al die jurken? Nee, jij? Nou. Je kijkt weer op de goede hoogte. Ja, je wordt gek van al die jurken. Nee. Jongen. Dit bedoel ik nou. Nee, eerlijk waar, het is een spijkerjurkje. Ik heb het heel gewoons aangetrokken. Klein kettinkje erbij. Niet te veel ringen, want daar heb ik echt een hekel aan. Gewoon heel simpel, omdat ik bij jou niet af wil steken. Leuke combi, grijs met grijs. Hoe vind je het? Rustig. Ja, maar ik ben zo'n vlurig persoon. Ik heb het niet nodig. Leuk dat je er was. Weet je nog hoe het vroeger was? We waren jong en dachten dat nog alles kon. Weet je nog hoe je dromen kon in de klas? Alles kon toen nog wat jij verzon. Toen waren zorgen nog van korte duur en voor je vrienden ging je door het vuur. Weet je nog wat je schelen kon toen je sprak van droom en idea? Ja, ik weet hoe het vroeger was. Ik geloofde in de wereld om me heen. En net als jij was ik zo groen als gras. Ik dacht dat dat gevoel echt nooit verdween.
het zoals vroeger was. Terug naar die veilige onzekerheid. Weet je nog, weet je nog, weet je nog hoe het vroeger was? Is de plaatje kocht je van je eigen geld. Van je eigen geld. Geen idee, je leefde nog maar pas. Je eerste dronkenschap. Op het strand liep, dan straalde het zandlicht. Weet je nog hoe goed het vroeger was? Alles deed je voor de allereerste keer. Maar ik wist toen ik laatst mijn dagboek las. Die tijd van vroeger komt nooit weer. Wil je op de hoogte blijven van ons? Klik dan op abonneer hier.